Wel, leuk hier in deze nieuwe aflevering van Polybridge. Ik heb al een tijdje geen Polybridge meer opgenomen. Want ik heb de vorige 5 episodes allemaal achter elkaar opgenomen, dus ik heb het al een tijdje niet gespeeld. Ik ben blij om dit muziekje weer in mijn hoofd te horen, want het is echt een geweldig deuntje gewoon. En dit is waar we waren gebleven en de vorige keer crashte die ineens. Dus hopelijk doet hij dat nu niet weer. Even kijken hoe we uitkomen met het budget als we gewoon één keer zo al naar de overkant gaan. Ik heb wel het gevoel dat het geluid heel hard staat. Oké. Het was trouwens wel zo dat ik zat terug te kijken naar de levels. En als je dus een level haalt, maar de brug gaat wel kapot tijdens het halen, zeg maar. Dan kan je dat nog zien, dan krijg je niet alle punten. Dus ik ben nogal teruggegaan naar een paar levels en dat heb ik alsnog gefixt. Dus nu heb ik alle levels gewoon groen. En zelfs met de levels waarbij je over het budget was. Maar ik was volgens mij nergens over het budget heen, dus dat is al goed iets. Oké, dit is totaal niet stevig, dat weet ik. Oké, we hebben nog aardig wat geld over, dus dat is wel goed. We hebben nu nog... We hebben oneindige kabels. Even denken hoor. Als we nou kabels telkens zo doen... Ik weet niet of dit stevig is. In principe zou dit stevig moeten zijn, denk ik. Want dit houdt, zeg maar, dit stuk weg omhoog. En dat houdt juist dan weer deze driehoek stevig. Dus het zou moeten werken, denk ik. Oké, hier heb ik nu al 4 van die dingen en daar 5. Dus... Dit zou moeten werken, denk ik. Of toch niet helemaal. We zitten nog niet eens op de helft van ons budget. Dus we gaan gewoon even wat verstevigingen aanbrengen. Alt. Ja. Doen we de andere kant, doen we dat ook. Hoe zetten we ook weer de grid uit? Save. Waar staat control? Kan dat hier ergens? Nee, het is al. Het maakt niet zoveel uit. Als we nu zoiets doen en dan hieraan nog meer kabels vastmaken. Zoiets. Is dit stevig? De brug zelf blijft omhoog, maar het is wel heel zwaar wat er overheen gaat. Maar hij haalt het zo te zien. Dus weer een level voltooid. Ik vind het wel een best coole brug dit. Ik heb nog nooit eerder zoiets gemaakt. 91%, dat is best al veel. Steel Arch Bridge. Oké, dit is echt een heel grote brug. Ik heb wel veel geld, maar het is ook heel ver. En er moet een bus overheen die best zwaar is. Maar het heet ook een stalen brug, dus. En ze zeggen dat je een arch... Oh, ik heb al een beter idee dan een normale arch bridge. Want een arch bridge, dat is een brug met zo'n boog erin. Want een boog is altijd een stevige constructie. Maar ik ga de weg zelf gewoon plat maken en dan een boog erboven. En daaraan ga ik dan dingen hangen, denk ik. Dus hier hetzelfde. Zoiets. Ik wil het eigenlijk zo symmetrisch mogelijk houden. Dus dan zouden we zoiets moeten doen. En dan zoiets.
Even kijken hoor. Ik ben hier zo onhandig mee. Dan hier ook. Nou, waarom maakt hij hem niet? Misschien moet ik iets dichterbij klikken. Dat zal het waarschijnlijk wel zijn. Oké, zoiets. Misschien moet ik de boog wat hoger maken. Maar we gaan eerst dit proberen. Too far away, hoezo? Oké. Oké. Het is wel duur dit. Maar tegelijkertijd is het ook lekker stevig. Even kijken. Zoiets. Pas nou zo doen en zo. Zo, zo. Dat is te ver. Wacht. Oké, dit gedeelte is heel stevig, maar het is veel te duur. Dus ik ga even opnieuw beginnen. Ik ben anders wel bij jullie terug als ik iets verder ben. Dus tot zo. Oké, ik heb nu veel meer dingen gemaakt. En ik zit ietsje onder het budget. Ik heb hem verder nog niet getest, dus ik weet niet of hij het gaat doen. En misschien dat je trouwens ondertussen wat de verlichting van mijn facecam ziet veranderen, omdat het komt dat het buiten donker wordt. En ik gebruik gewoon daglicht als licht nu, dus... Hopelijk heb je er niet heel veel last van, dus laat hem testen. Oh, hij is best gammel. Hopelijk haal ik het wel, want ik vind hem wel cool eruit zien. En haal ik het, haal ik het, haal ik het. Oké, ik ben over de helft, dus dat is meestal wel een goed teken dat je het gaat halen. En inderdaad, ik heb het gehaald. 87% weer best wel, hoe heet het? Best wel hoog. ...40 meter dubbel monster jump. Oké. Dus even kijken. Oké, we hebben dus een monster truck die van hier naar hier moet springen. En eentje die van hier naar hier moet springen. Maar de vraag is, touchen tegelijkertijd? Ja, ze gaan tegelijkertijd. Dus, we moeten zorgen dat de een over de ander heen gaat. En we beginnen wel gewoon met deze kant. Ja, dat wil ik niet. Oké. Dan halen we deze weg. De schans moet niet te stijl zijn eigenlijk. Oké, dit stukje gaan we even opnieuw doen. Dit ziet er echt, dit lijkt echt heel nergens op. Oké. Als we nu dan met steel zorgen dat het gewoon ondersteund wordt. We zitten ver onder het budget. Even kijken of dit sterk genoeg is. Waarom niet? Oh, hij valt. Oké, dat is best logisch. Daar kunnen we wel wat aan doen. Oké. Nee. Niet zo. Even wat langer maken dat ding. Oh, niet daar. Ik ben echt gewoon scheef bezig. Deze haalt het makkelijk. Alleen... Nu die andere nog. Dus dan zorgen dat die een stuk steiler omhoog springt. Of we gaan er gewoon zoiets proberen. Het zal vast al werken dit. En bij deze kant gaan we gewoon zo'n standaard shipper gebruiken.
Oh, ik wilde hem al niet weghalen. Ding even ietsje uitrekken. Zoiets, werkt dit? Deze breekt af, dus die moet even wat steviger maken. En we zitten ineens ook een stuk dichter bij ons budget, zie ik nu. Als ik deze steviger maak, doet hij het dan wel? Is de vraag. Oh, hij breekt alsnog en hij haalt het ook niet. Breekt hij nu dan? Hij breekt nu zelfs op meerdere punten. Wacht, als ik hem gewoon weghaal, deze. Dan kan je er ook niet breken. Gaat dit nu doen? Oké, ik ga even proberen dit ding even iets steiler te maken. We gaan heel vier gedeelte weghalen. Dit is heel snel. Ik weet niet of hij dit gaat halen. Maar als hij het haalt, dan is het wel best cool. Dus zoiets. Oké, dit is echt heel snel, zie ik nu. En alsnog raken ze elkaar. Misschien moet ik deze iets platter maken. Echt een hekel aan dat die dingen soms echt heel lastig te verplaatsen zijn. Oh, dit is best gammel. Oké, als ik dit al steviger maak, is er best een kans dat hij het haalt al. Oh, ze raken elkaar nog. Dat is jammer. Deze moet dan nog ietsje platter. Raken ze elkaar nu nog steeds? Wacht, heel veel opletten waar deze heen gaat. Oké, als we deze gewoon iets korter maken, dan zou die het misschien wel kunnen halen. We hebben het gehaald, maar de brug is wel echt helemaal kapot. Ik accepteer het voor nu. Misschien dat ik off-cam een keertje dit ga fixen nog. En dan, dat is gewoon dat ik het zelf ook een leuk spel vind. Maar ik ga niet te lang bij stilstaan voor deze video. 20 meter crush jump. Volgens mij... Nee, het level is weer hel gebukt. Volgens mij, ja. Oké, best irritant dat er best veel zulke bugs zijn. En als ik op escape druk, gebeurt er niks. Ik vrees dat ik het spel opnieuw op moet starten. Oké, tot zo. Ik ga even het spel opnieuw opstarten. Oké, dit lijkt er meer op met deze auto die daar naartoe moet springen. En deze die daarheen moet. En ik zie nu mijn facecam echt heel snel donker begint te worden omdat het donker wordt buiten. Ik zet mijn gordijn iets verder open. En ik ben te lui om te stoppen met recorden, want toen moet ik wel meer werk doen met editen en zo. Oké, als het goed is ben ik nu beter te zien. Hoop ik. Ja, volgens mij ben ik best goed te zien nu. Beter als ooit tevoren. Oké, het punt is, deze moet hier naartoe. Dat is niet zo moeilijk, maar deze moet daarheen en ook nog over die andere heen springen, zeg maar. Als ik hier nou zoiets doe, heb ik kabels. Oké. Haal deze nu. Nee. Dat ga ik even opnieuw doen.
Dit is kleiner en steviger daardoor ook. En volgens mij is die ook iets steiler. Had hij dit? Nee. Extra kabels. Wat ik trouwens ook kan doen, is dingen hier zo tegen de zijkant aan laten leunen. Kreeg ik nog een comment van iemand. Als ik dan zeg maar. Zo. Of, nou ja, in dit geval is misschien niet het beste om te doen. En het geluid staat nog steeds best hard voor die autootjes. Of nou, de muziek was wel goed. Gewoon zoiets dan. Iets zachter. Hoe kan ik zorgen dat hij niet breekt? Oh, misschien helpt als ik gewoon staal gebruik hier zo. Oké, okay, dat is niet de bedoeling. Dit zou iets kunnen zijn. Oké, als ik hier gewoon een ding maak dat hem opvangt, dat zou best kunnen. Ik heb een limited road dus. Oké, ik bedoel, als ik gewoon zoiets maak. Dan nu nog een schans hier zou maken. Hoeveel geld heb ik? Oké, ik heb redelijk wat geld over. Ik ga gewoon diezelfde tactieken gebruiken als die ik in het begin van de video gebruikte. Oké, dat is iets te zwaar. Maar met wat extra ondersteuning werkt het misschien. Ik denk dat deze kabel al weg. Zoiets misschien? Dit zou het al heel erg moeten verstevigen, denk ik. Oh, ze raken elkaar. Wacht eens even. Ik kan dit gewoon verbinden, bedenk ik me nu. Dan maak ik het hier gewoon iets minder een ramp. Gewoon zoiets. Want ik heb een limited road en hij zou gewoon hier vandaan die kant op kunnen rijden. Als deze maar eroverheen komt. Ik kan dat? Nee, dat is te ver. Oké, dit. Het is een. Beetje derpy, maar het zou kunnen werken. Oké, die ene auto haalt in ieder geval. Als dit nog iets lager wordt, misschien. Zoiets. Oké, wacht. Als ik nou gewoon deze vervang met weg. Ja, dat ziet er goed uit. Als die niet had gebroken, dan was die goed geweest. Ik ga het toch nog even proberen. Oké. Probeer heel stevig te maken en dan ga ik de video beëindigen. Dus, hij is, oh, ik ben over budget. Zal dit zo doen? Even kijken hoor. Nou, ik vind het goed zo. Dan beëindig ik deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet een duimpje omhoog achter te laten. Te reageren met wat jullie de volgende keer willen zien. En vergeet ook zeker niet de video te delen. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!